Welkom bij Arcus en de dames en heren, kijk mij staan. Ik ben kaal en ik heb een baard. I love it. En ik heb een klein fakkeltje op mijn buik hangen. Hey, en er staat een metaal bordje voor mijn deur. En ik ben een level omhoog, jongens. Hoe is het? Laat het weten in de comments. Ik moet trouwens over comments gesproken nog even een naam uitzoeken. Ik was helemaal vergeten dat we dat aan het doen waren nu. Dus Just Jeff staat hier nu, maar ik heb helemaal geen naam uitgevonden. We gaan gewoon nu live eventjes een commentje erbij pakken van iemand die heeft gezegd... Yo Joost, luister. Ik heb geabonneerd, want dat is de regel, hè. Want ik had natuurlijk in de vorige aflevering gezegd dat jullie een comment moesten achterlaten en laten weten als je was geabonneerd. En dan kwam je op het bord. Dus ik pak gewoon even een videootje erbij en dan ga ik even kijken. Even zien hoor, progressie. Je verdient de 5000 subs echt, laf naar jou, Jezus. Dan moeten we nog wel even doorgaan. ik ben geabonneerd, zou graag op het bordje willen, want kijk altijd naar nieuwe video's al sinds 2016. Die gaan we doen. Dat vind ik een leuke comment. Deze is van Duco Severijn. Severijn 1942. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik screenshot hem even op mijn telefoon, zodat ik hem in de video kan editen straks. Zo, Duco Severijn 1942. Je staat op het bordje. Shout-out naar jou, jongen. Hachu, gezondheid. Thanks voor het abonneren en thanks voor het kijken. Wil jij nou ook op dit bord zijn in de volgende aflevering? Abonneer dan op dit kanaal. En zorg dat je een comment achterlaat waarin je laat weten dat je bent geabonneerd. En trouwens, ik kan zien of je bent geabonneerd. Er staat zo'n leuk icoontje achternaam. Dat kan alleen ik zien. Dus niet liegen, jongens. Ik zie het als je niet bent geabonneerd. Dus druk op die abonneerknop. En laat weten dat je het hebt gedaan. En dan kom jij misschien morgen wel op het bordje. Net als Duco. Shout-out naar Duco. Anyways. Metalen borden en 3 Tirizino's. Waarom? Edward Hero. Heb jij toevallig de sexy time gedaan? Ik denk het wel. En dat Edward de sexy time heeft gedaan met een van deze 2 Tirizino's. Potverdorie, jongen. Ik ben echt maar een paar dagen offline geweest. En meneer gaat meteen al. Meneer kan meteen al zijn leuter niet in zijn broek houden, hè? Gadverdamme. Vies. Baba. Oké. Opper Kale Kop. Ahoe. Kom naar het strand. Groet Kale Koppen. Kale Koppen, niet te stoppen. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Edward, we're going. Alhoewel, ik wil heel graag met Edward gaan, maar tegelijkertijd. Ik ga gewoon vliegen. Ik ga gewoon vliegen, jongens. Ik ga gewoon vliegen. Ik hoor trouwens allemaal shenanigans hier rondom mijn base. Ik weet niet wat er gebeurt. Er gebeurt van alles daar. Stik erin. Ik ga naar het strand met mijn mooie flyer. Hoe heet dit ding ook alweer? Eduard. Eduard, let's go. We're going to the beach. Beach, let's go get away. Oké, daar gaan we. Biep, biep, biep. En er staat daar een enorme base. Nou, volgens mij stond deze base er eigenlijk altijd al. Dus die is niet nieuw. Maar, er zijn hier preparaties. Wat is dat? Oh, wacht eventjes. Hold on just a second. Is dat een kwatsal? Taxi haal BV. Is dat een kwatsal met een base? Goddammit, jongens. Ik moet echt meer Ark gaan spelen. Oh, en daar is... Wie are die maatje? De enige echte. Ben jij nou level 101? Oh, misschien. Jemig, je hebt echt gegrind. Maar wat is dit? Taxi haal BV. Hallo. Noet, noet. Ja, dat is een kale taxi voor onze verhuizing. Gaan ik hou van, ja, het is goed dat die kaal is. Maar oké, ja, je wilt verhuizen. Dat is natuurlijk al eigenlijk afleveringen lang het plan. Heb je al een nieuwe plek? Want de laatste keer dat ik jou sprak, jongen, toen had je een mooi plekje, maar die werd toen aangevallen. Dus ik weet niet helemaal wat daar de status van is. Nou, we wonen nu ergens op een ijsberg. Ijsberg, jemig. Maar dat is echt helemaal de andere kant van de wereld, of niet? Dus vandaar de kwatsel. Moeten we daar even heen dan? Ik ben wel benieuwd voordat we alles gaan verhuizen. Ik wil wel even kijken wat dat is. Is goed hoor. Oké, we gaan blijkbaar verhuizen, maar dat is goed. Ik wil verhuizen. Want deze plek hier, oh, daar wonen we nu natuurlijk al een soort van tijdelijk, en van een tijdje. Oh, gaan we even vliegen met PTE? Ja, die kwatsel is zo traag. Er zit toch niet zoveel in. Oké, best. Oké, ik volg jou wel. Ik zet een rallypoint neer, dan kan je daarheen gaan. Rallypoint is ook nice trouwens. Dat is een nieuw systeem, dan kan je nu met je tribe communiceren van ja jongens, we moeten hier naartoe. Deze plek die wij, kijk daar. Oh, I like that. Ik heb het al afleveringen lang gezegd, we moeten verhuizen. Ik heb natuurlijk de laatste keer een beetje mijn base uitgebreid, maar dat was gewoon meer om mezelf te beschermen en mijn dino's voor als ik een keertje niet heel lang online zou komen. Dat het allemaal veilig staat. En gelukkig, alles is er nog. En vooral het shoutout bord, jongens. We moesten het shoutout bord natuurlijk verdedigen tegen de wilde tribes die op deze server zitten. Nee, we gaan nu naar die rallypoint toe. En even kijken wat voor plekje VR die maatje en natuurlijk de buurman. Hè? De buurman is nu denk ik niet online, maar de buurman en VR die maatje hebben waarschijnlijk deze plek gevonden. Jannie Maatje is al level 101. Verdorie, man. Kijk nou deze cinematics, jongens. Kijk nou deze epische. Lijkt wel een natuurdocumentaire, jongens. Prachtig. Oh, dat is een hele grote beest. Oh, nee. Oh, dat is die knotsenballen. Ja, die hebben we al eens eerder gezien. Maar het lijkt erop dat er een iets meer turrets zijn bijgekomen. Potverdomme. Ik wil niet in de buurt van de knotsenballen landen, eigenlijk. Want volgens mij in de laatste aflevering, toen werd ik gescout daar door een PTE. Of nee, door een parasaur. En dat lijkt me niet een goed idee dat... Dat de knotsenballen denken dat wij hun basis komen infiltreren of zo. Heb jij al een aanvaring gehad met de knotsenballen? Of is dat nog een onbekende tribe voor ons? Eens zei dat zij bij onze base zaten een keer. Oh ja, maar niks gedaan verder?
Ja, ik ben wel een Stegobi-P kwijt, maar ik weet nou niet of dat door hun komt of door deurwaarders of zo. Ja, want die deurwaarders waren die gasten die ons... Nee, dat was die Trijpel Frowu. Die had ons toen gepakt. Die ging ons toen aanvallen. Oké. Nou ja, oké. We houden het in de gaten. We gaan door. Oké, dus de knotselballen hebben in principe nog niks te maken gehad met onze tribe. Die tribe of Frowu, die heeft ons dus wel aangevallen. Dat was die keer dat ik de hele tijd gepikt werd door een PTE. Volgens mij is dat Rui. Ik denk dat Rui die tribe of Frowu is. Ik weet het niet zeker. En hij had het ook nog over... Nee, niet knotselballen, maar de deurwaarders of zo. Maar daar, ja, ik heb hun tribe structures wel gezien, maar ik weet verder niet zo goed wie het zijn. Dus ook weer iets wat we in de gaten moeten houden. Maar goed, zei je wat? Knoesterballen die heeft Swampke heeft dichtgebouwd en dat was vooral de CP-vormplek, dus dat moet ook een kiststuk. Ja, dat is inderdaad wel zuur, want CP is wel een dingetje wat een beetje snel tekort komt. Ja, daar zitten we nu eigenlijk ook al mee. We hebben nogal wat, maar... Heb je al zo'n beest getemd die heel veel CP loot? Hoe heet het ook alweer? Zo'n... Nee, niet kikker. Ja, kikker die maakt meteen cementing paste, maar je hebt er ook eentje waar je heel veel zo snel shit in mee kan farmen, toch? Zo'n wollig beest. Ik weet niet hoe die heet. Zo'n Megatherium. Ja, Megatherium, ja. Zo'n Megatherium is te dik voor die cave. Oh ja, want dat deed je natuurlijk altijd met een cryopod vroeger. Ja, precies. Rip in cryopod. Ik moet wel even naar beneden om stamina trouwens. Wee. Dan kan meteen eventjes wat metal looten hier, nu we er toch zijn. Of hebben jullie al metal for days? Voor deze zou ik het nou weer net niet noemen, maar we hebben wel wat. Ja, oké. Ja, ik moet een keertje een Ankylo gaan temmen, denk ik. Oké, en onze tocht naar de rallypoint gaat verder. Diep in de snow biome, waar ik geen fortitude en fur armor voor heb. Dus ik ben benieuwd of ik het overleef, maar we gaan het zien. Ook gewoon hoog op een berg. Ja, het is goed dat ze een kwadsal hebben, want anders gaat het echt helemaal kut worden om onze dino's daar te krijgen. Oei, 150 meter, jongens. We naderen de rallypoint. Ik ben benieuwd. Oh, er staat ook al een base boven. Is dat van ons? Oh, dat is van ons. Oh. Jemig. Ze hebben een heel geheim project hier gaande. Wat is dit nou? Wat een herrie ook. Waarom maakt die generator zo'n herrie? Ik ben doof, joh. Ik kan kijken of de fabricator zo uitkomt. Oh, dat is de fabricator. Wat een herrie, zeg. Potverdorie. Ja, niet normaal. Dit ding ook even uit. Zo. Nou, rust. Rust en vrede. Oh, hier is ook eend. Oh, eend. Maar jemig, jullie hebben al een heel metaal hok gebouwd hier, joh. Potverdorie. Ja, klopt. Sick hoor. Turrets erop, alles. Nice. Ja, dat ziet er goed uit. Is het anders een idee dat ik hier ook ergens dan mijn eigen hutje even bouw? Want ik vind jullie heel lief, maar ik heb mijn personal space nodig, weet je wel. Ik heb mijn privacy nodig. Ja, ik denk dat je dan vlakbij ergens een plekje moet zoeken. Ja, oké, maar dan wel binnen de gates, neem ik aan. Dus dan kan ik... naast de giga kunnen. Je hebt er een giga? Ja. Jongen. Man heeft ook gewoon een kaal primeurtje. Een giga getest. Jongen. En ik heb meteen een achievement, hè, als ik hierop ga zitten. Ja. Potverdorie, man. Nou ja, ik kan inderdaad wel even... Misschien hier op de cliff of zo. Ik vind het wel leuk, heb ik een cliff. Hier op waar deze boom staat. Ik denk dat ik hier wel een huisje ga bouwen. Ah, leuk. Lekker cliffhuisje zo. Lekker uitzichtje met vooral mist. Hou ik wel van. Oh, ja. Ja. Trouwens, het valt me nu pas op dat ik Flak Armor heb. Heb jij dat gedaan? Of? Nou, ik heb dat niet gedaan. Het zal Eend waarschijnlijk al zijn. Shout-out naar Eend voor de Flak Armor. Aight. Maar dan moeten we gaan verhuizen. Ik kan wel even mijn Teresino's halen. En dan gaan we met de kwadsal alles hierheen halen, denk ik. Ja, dat is wel het plan, denk ik, ja. Oké, en dan denk ik dat ik ook maar even de engrams moet gaan leren voor metal structures. Want ik denk dat als ik hier nog een houten huisje ga neerzetten, dan is het snel over. Ja, die is waarschijnlijk al zo neer, ja. Ja, nee, maar dat komt wel goed. Ik ben inmiddels level 65, dus ik denk dat ik dat wel kan leren. Ik vind het een coole plek, jongens. Lekker koud, lekker fris. Ik hou wel van een fris plekje. Ik ben meer een wintermens, ja, hè. Oké, ga even terugvliegen dan, denk ik. Ja, ik zie je dan weer bij onze beachbase. Yes, ik zie je daar, met alle Teresino's. Nou, dit is wel een leuk plekje, jongens. Ik kan hier wel een onderkomertje maken. Waar zitten we eigenlijk op de map? Eens even kijken, we hebben echt een rechte streep... gevlogen, wacht eventjes. Oh, nice. Ik vind het al heel erg mooi dat deze streep best wel een chode representeert. Oei. Anyways, even kijken of ik hier nou maar even een soort van puntje kan plakken. Hier zo, mooi. En dan zeg ik hier main base, heb ik hem genoemd. Ik wil hem wel even een ander kleurtje geven. Laat ik hem weer een beetje roze. Roze is een mooi kleurtje. En dan kan ik nog het icoon aanpassen. Ja, ik vind het sterretje toch zo mooi, jongens. Bats. Main base. Daar zijn we. Heel goed.
Oké, okay, we gaan terugvliegen naar, ja, letterlijk die kant op. En dan halen wij eventjes op wat wij nodig hebben. Ja, vooral dus de dino's, de pterosaurussen. Maar ook alle spulletjes die ik in mijn beest heb, moet ik meenemen. Dus ik denk dat ik een paar chests moet maken. Nou ja, zoals je kon zien, de maten hier hebben al vaults. Even kijken. Misschien hebben ze een lege vault, want dan nak ik gewoon even een vault. Toch? Dat is misschien niet eens een slecht idee. Ja, hier, deze is leeg. Oké, okay, dat is volgens mij ook de enige vault die leeg was. Nou ja, prima. Eén vault moet voldoende zijn, denk ik, om mijn hele interieur mee te nemen, zeg maar. Eduard, maat, wij gaan terug naar huis. En dat is dat ik eventjes een rally point zette, denk ik. Ik moet even wennen aan het dat ik nu niet meer M moet gebruiken, maar vooral hier moet kijken. Blijkbaar is de waypoint van mijn huis verdwenen. Altijd fijn. Hou ik van, hè, als waypoints suddenly verdwijnen. Ik denk, dit is die greppel. En die liep je dan uit en dan moest je naar links. Dus ik denk dat mijn base hero een beetje is of zo. Nou, oké, okay, laat ik maar gewoon eventjes een kan ik een temporary? Ik doe wel eventjes huis. Accept. En dan weet ik ongeveer een beetje waar ik heen moet vliegen. En die kan ik zo meteen wel weer verwijderen. Wat als ik daar... Kan ik dat ook op mijn map krijgen of zo? Dus even kijken, als ik hierop druk. Haha, dat werkt. Wat goed. Ik vind het nu al een goed systeem. Ark. Echt, de quality of life updates van deze game zijn echt waanzinnig. Gewoon het feit, dit soort dingen waren altijd super aids in oude Ark. En nu kan ik gewoon zeggen, hey, ik wil hierheen vliegen. En dan zet je gewoon een pinpointje. En nou is het van, oh ja, het staat vet groot op je scherm nu. Je weet nu waar je heen moet. Mwah, chef's kiss. Kijk, deze witte drop hier, oh, die heeft van die rode beams eromheen. En ik heb altijd geleerd, rode beams om een drop betekent dat het een goede drop is, toch? Dan is het natuurlijk wel een witte drop, dus het zal niet heel denderend zijn. Maar rode beams is rode beams. Wat is erin? Een vlag? Ik hou van vlag. Compost, wall torch, wat vlees. Oké, okay, normaal vlees. Ja, het is niet heel denderend. Maar boeien, hey, we hebben het gewoon gepakt. We hebben het gegrepen. Het is nu van ons. Is dit de plek van ons huis? Waar was het huis ook weer? Dit is de waterval. Huisvraagteken. Ja, dan... Oh, nou, ik moet zeggen dat ik mijn pinpoint nog niet eens heel erg scheef heb gezet. Hij zit er 50 meter naast ongeveer. Alhoewel, 70 meter. 80 meter naast mijn beest heb ik de pinpoint kunnen zetten. Ik ben een soort van trots op mezelf. Ik ga wel eventjes een nieuwe pinpoint zetten hier, denk ik. Van, dat, ja, dit is natuurlijk wel echt mijn base. Dat ik hem eventjes wat groeier gezet, zeg maar. Of wel groeier. Oké, okay, oude base heb ik nu gezet. Beetje oud paars, oud roze. Dus dat is nu hier. Even kijken. Wij gaan wat spulletjes oppakken. Ik denk dat ik deze signs maar gewoon even oppak. De billboards. En de shout-out moeten we natuurlijk ook gaan oppakken. Dus kijk er nog maar even goed naar Duco Severijn 1942. Want ik ga zo meteen je bordje weghalen. Ik laat het nu nog wel eens staan. Dat is het laatste wat ik denk weghalen. Oh ja, in de laatste aflevering heb ik een hoop metal aangezet. Dus dat is zo te zien redelijk gesmolten. Daar ben ik blij om. En eens even kijken. Nou, dat gaat allemaal lekker. Deze forges gaan wij gewoon nog steeds gebruiken. Totdat wij ook de resources hebben om een enorme forge te bouwen. Ik kan natuurlijk wel teren op het succes van mijn tribe members, maar ik wil het eigenlijk zoveel mogelijk zelf blijven doen. Ik ga deze wel denk ik demolishen. Deze kisten. Ik bedoel, de kisten zijn natuurlijk leuk om te hebben, maar ik wil vaults, baby. I want my vaults. Dus deze gaan we lekker demolishen. We zijn een grote jongen. We kunnen nu grote jongens vaults gebruiken, oké? Okay? En get it out of here. Pick up simple bed. Misschien dat ik mijn bed hier laat staan voor de zekerheid, want dan heb ik namelijk gewoon een spawn point hier. Toch? Dat is best wel een goed idee. Zo te zien is wel mijn sparkpowder op en daardoor al mijn meat gespoiled. Oh, dat is zo sad. Laat hem ook maar staan. Deze smithy laat ik ook wel staan. Ik craft dat allemaal wel gewoon even opnieuw daar, jongens. Ik laat al één, wat is het, chest hier staan. Dan is dit gewoon een beetje... Dit is gewoon een beetje wat we achterlaten hier, want dit zijn allemaal van die kleine dingetjes die we toch wel weer opnieuw kunnen craften. En de rest, ja, de rest laten we lekker voor wat het is. We kunnen natuurlijk wel de stone structures meenemen. Maar ja, wat ik al zei, we gaan over naar metal. Dus dat is allemaal niet zo boeiend. Laten we de Teresino's eventjes op follow zetten. En dan Eduard. Komt u maar mee? Want we zien. Taxi ABV zit al voor de deur. Hallo taxi. Taxi ABV, hallo. Hallo. Ik heb een aantal reizigers die op de Ark van Noach willen. Dus kijk of ze erop kan jetsen. Kom maar jongens. Hoppakee. Dat gaat natuurlijk al hartstikke goed in één keer. Perfect. Love it. Ik denk inderdaad dat het beter gaat als we het met de cellen doen. Het wordt nog wel pittig. Misschien kan ik het beste eerst met PTE er even inzetten. Want die kan denk ik wel door die deur. Dat schudden ze wel, ja. Ja. Dan kan hij daar binnen staan. Moet ik er even onderdoor kruipen. Deurtje dicht. Nou, Eduard staat veilig. Moeten we trouwens niet eventjes een hek eromheen zetten of zo, dat ze er niet afvallen zo meteen? Of blijven ze redelijk staan? Op hoop van zekerheid. Op hoop van zegen. Oké, okay, ja, I love that. Deze kan wel op de ramp blijven staan, denk ik. Ja, ja, in principe kan je een soort van een kuipje maken, weet je wel. Dat je zoals het ware de ramps omhoog doet. Dat je een soort van, ja, ja, een badkuip krijgt. Ja, kijk, dit is wat ik bedoelde, kijk. Ah ja. Dat je een soort van kuipje krijgt waar ze dan niet uit kunnen komen. Zie je, dan vallen ze er niet uit, denk ik.
Oké, nou, dan hoop ik dat dit een beetje blijft zo. Het ziet er echt heel scuffed uit. Ja joh, we hebben gewoon een mooie kooi gemaakt voor die dingen. Precies. Ja, ik kan ze nog zeg maar iets breder maken, maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Ik zou zeggen, fly away. Yes, ik zou binnen gaan zitten. Nou ja, we hebben stoeltjes, wauw, I love it. Ja, mooi. Dat is echt een goede taxiservice. En een raam open dat ik op elkaar kan kijken. Ik zie jou daar ook zitten, achter mij. Oh, daar gaan we, jongens. We nemen afscheid van de oude beest. We hebben hier toch al een paar afleveringen in gewoond. Die Tirisino's achterop. Wat goed. Cue the emotional music. En terwijl we in de horizon onze oude beest langzaam verdwijnt, gaan wij op weg naar nieuwe avonturen. Bovenop een bevroren ijspiek. Can't wait. Ja. Ik heb al mijn chests geleegd. En ik heb één vault gejat van jullie. Dus daar kan ik hem dan alles in gooien. Ja, top. Ik vind het wel mooi dat ik Eduard ook echt op die andere stoel heb gezet. Die zit daar gewoon lekker te zitten op zijn stoeltje. Oh, hallo? We worden gevolgd. Hallo, Leuten. Hallo, Leuten. Oh, jullie hebben ook gewoon echt flares geschoten, joh. Oh, wat zijn jullie? Zijn jullie de Air Police? Nee, wij zijn van Vengeance. Oh nee, wij hebben gewoon een licentie om hier te vliegen. We hebben een opdracht, de cargo shipment van de DHL. Opdrachtgever is Terricino Incorporated BV. En die heeft 3 Terricino's besteld op de top van de berg in het noorden. Dus daar zijn we nu eigenlijk op weg. Het is gewoon een shipment. Oké. Dus... Nee, we hebben geen illegale substantie. Ik kan wel even mijn papieren laten zien, anders vind je dat fijn dat ik even legitimatie? Nou, ik zal het deze keer door de vingers zien. Ja, super. Maar de volgende keer, dan moet je oppassen. Ja, nou ja, we hebben gewoon, weet je, oppassen. We hebben gewoon toestemming om hier te vliegen, weet je. We zijn aan het werk. Ah, oké. Is goed. Fijne avond. Bedankt. Ja, fijne avond, officers. Fijne avond. Het is godverdomme gewoon 2 uur 's middags, man. Wat zeg je nou? Fijne avond. Jongen. Echt, die politie tegenwoordig, je kan echt nergens meer gewoon fatsoenlijk vliegen, hè? Nee, meteen alles vragen. Nou, we hebben een mooie opgelost, jongens. DHL, moela. Illegale shit stoppen. Goed. Ja, ik heb die drugsballetjes diep in mijn reet zitten. Dus dat gaan ze nooit vinden. Trouwens, is nou random het huis waar we in zitten, is dat nou ineens besneeuwd? Gewoon... Oh ja, wat? Dat is gewoon ineens is het besneeuwd. Hoe zit dat? Nou, we zijn aangekomen op onze bestemming. Ah, yes. Look at that. Ik voel de keer de... Kijk, al die daken zijn ineens allemaal besneeuwd. Zie je dat? Oh ja, wat leuk. Wat grappig. Ha, snowbase. Dat is wel grappig, die daar. Inderdaad. Nou, thanks voor de lift. Terricino jongens, jullie kunnen uitstappen. Hier hebben we een roofie eraf. Wee. Oh, de laatste Terricino. Wat? Mooi hoor. Nou, ze hebben de tocht overleefd. Wacht, nog even mijn PTE pakken. Eduardje, kom eens even, jongen. We zijn op een nieuwe plek. Het is een beetje koud hier misschien, maar dat went vanzelf. Nou, mooi. Thanks voor de lift, Jardi. Ik ga eventjes een beetje beginnen aan mijn base, denk ik. Yes. Ik moet even kijken. Ja, ik ga waarschijnlijk wel eventjes jullie base gebruiken om wat dingetjes te craften eerst. En dan, zodat ik wat structures heb, maar dat komt wel goed, toch? Ja, dat is helemaal prima. Mooi. Hey, thanks voor de lift, taxi. En pas op, hè, met die politiemennen. Ja, ik zal goed oppassen. Ja, goed zo. Illegale substanties even achter. Ja, ik poep ze zo uit. Maar ik doe het niet in de sneeuw, want die balletjes zijn wit en dan raak ik ze kwijt. Dus ik doe... Ik craft ze al wel even in het toilet. Ja, dat is helemaal goed. Nou, dan ga ik eventjes gebruik maken van zijn crafting table. Want wij moeten dus even snel wat in elkaar flansen. Wij hebben namelijk nodig metal. We hebben nodig metal, een hele hoop metal. Geen schaar. Ik heb geen schaar eigenlijk, nee, sorry. Nou, dan hoort deze schaap hoort er dan niet echt helemaal bij. Oh nee, die is inderdaad niet kaal, dus dat telt niet. Heb ik een door? Heb ik nou? Oh, metal wall, oké. En dan ceilings hebben we nodig. En metal door hebben we nodig. Quarter triangles boeit niet. Triangle foundation boeit niet. Wall railing pillars boeit niet. Billboard doe ik maar wel even. Ramp is misschien ook nog wel handig. Ladders niet. Foundation, nou, niet per se. Large wall, sure, why not? Gateways, niet per se. Oké. Okay. Let's build some. We hebben hem 2 hoog, maar ik ga die van mij groter maken. Metal structures is volgens mij in de smithy nog. Oh, true. Ik vind het wel mooi dat hij ook echt van achter naar voren geknipt wordt. Ja. Lekker hoor. Een lekker kaal schaapje, dat zien we graag. Kale koppen, hè? Niet te stoppen. Kale koppen, niet te stoppen. Yeah. Eens even zien. Metal, die konden we hier neer maken. Metal... En dan hebben wij hier foundations. Nou, ik heb zelf dat ik ook maar even een donatie doen van ingots aan deze mannen. Beam. En dan gaan we gewoon een aantal foundations maken. Craft all 3, want cementing paste. Oh, cementing paste.
Hebben wij toch genoeg van jongens? Wat samen? We natuurlijk lekker wat beaver dams geloot. Oké, 3. Nu kunnen we er 20 maken. Dat is wel een beetje veel. 1, 2, 3, 4 misschien. Ik denk 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 bij 5 is denk ik een beetje het beste. De legale substantie zijn veilig aangekomen. Lol. Oké, 4 bij 5. Dus dat is 4 keer 4 is 9. Plus 3 is 12. Hebben we er dan nodig? Foundation. Dus dan heb ik er nog 9 bij. Zo. Dan hebben we in ieder geval genoeg foundations. En dan moeten we die walls maken. Hoeveel kost dit? Deze kost 100 metal ingots per wall. Dat is best wel duur. Is het de moeite waard, denk je, om gewoon meteen large metal walls te maken? Of kan ik beter gewoon kleine walls gebruiken? Dat is wel heel duur. Ja, het kost echt 100 metal per large metal wall. Dat is waarschijnlijk weer zo'n ding. Ja, de metal maakt me niet zoveel zorgen over, maar vooral de CP. Oh, CP, ja, tuurlijk. Ja, 50 CP per metal wall is ook wel veel. Ik denk niet eens, dat kan ik überhaupt niet eens doen, denk ik. Heb ik niet genoeg CP voor. Ik denk dat je dan beter gewoon 2 hoog met walls kan doen, net als ons. Ja, dan doe ik dat wel. Ik kan vertellen hoeveel dat is. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10 is 20. 2, 4, 6, 8, 16, 20 plus 16 is 36. Oké. Okay. Kijken of we meer CP in. Ah, er zit hier nog wat meer CP in. Oh, nice. Ja, ik had zelf ook al iets van 500 CP erbij gegooid. Maar het gaat hard met dat CP. Kan je meer maken of is het de metal? Ik denk dat het de metal is, om heel eerlijk te zijn. Ja, het is de metal. Ik ga meer halen. Oké, nou, dan hebben wij, denk ik, wel even voldoende. Dus even zien, foundations. Zo, en dan worden hier die walls gecraft. Dat we die er ook maar even bij houden, zo. 1 bestelling van metal. Even kijken, ik heb nu 16 walls. Oh nee, 15 walls zelfs. En ik hoester, wat zei ik nou net? 32, toch? Dat is 36, dacht ik. 36, oké. Okay. Oké, nou, de craftings gaan allemaal even door dan. Ik zal wel even wat raw metal bij jullie in die forges gooien. Die zitten boven zeker, die forges. Ja. Onhandige plek. Die gaan ook wel weer even pruttelen dan. Oké, nou. Nou, de ceilings die duren nog wel eventjes. Dus ik ga alvast beginnen met mijn hok. Zo. En wij gaan natuurlijk hier ook bij Kaal Primeurtje ernaast gaan we even bouwen. Dus even kijken. Metal Foundations. Eens even zien. Wat is een beetje een mooie base? Hij moet natuurlijk wel 3 breed zijn. Dus ik denk dat ik hem hier begin. 2, 3. Of hadden we hem nou 4 breed? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik kan wel foundation stacken hier. Dat is, oh nee, dat is niet stacken. Dan wordt het zeg maar een gat. Nou, op zich. Ik kan wel leven met dat gat daar. Oh, hier gaat hij weer omhoog. Kan ik niet... Wat heb ik niet? Geen controls of zo? Hoe ga ik een... Ik kan ook een foundation naar boven en naar beneden doen, toch? Ja. How does that even work? Zeg maar, anders is dit het, zeg maar. Oh zo, ja. Dit is zoals het gaat. Oh, want er is gewoon geen grond meer, zeg maar. Nee, precies. Oké. Okay. Aan de ene kant vind ik het niet erg dat mijn base hier en daar een beetje off-level is. Ik vind dat wel grappig. Maar het liefst heb ik hem zoveel mogelijk gelijk. Oké. Okay. En dan... Zo. Nou, dat is niet weer even kut. Nou, dan blijft die maar laag. Prima. Zo, nou 3 breed. 1, 2, 3. Oh, maar nee, dit is het ook. Oké, dit is mijn hok voor nu dan. Prima, hier moeten we mee leren leven. Het is allemaal goed. Dan hebben we alleen hier al een wat lager gedeelte van de base. Ik denk dat dat gaat me echt problemen opleveren. Trouwens, bedenk ik me nu met... Met de walls en de ceilings, maar goed. We'll make it work. Een tweede leveltje erop. Metal base, dames en heren. Kijk, ik vind het allemaal mooi. Ik zal even kijken of we nog van die quarter walls hebben. Oh ja, goeie. Dan kan ik hem inderdaad dichtmaken. Oké, ik heb blijkbaar iets te veel walls gemaakt, maar dat is oké. Okay. Kan ik nog hier binnen nog wat compartimentjes maken. Laat ik mijn vault... Op zich wel dicht. Dit is ook wel cool op zich. Gewoon zo'n vault naar beneden. Maar ik zet mijn vault wel gewoon hier neer. Het liefst wil ik... Ik denk dat ik hier mijn forge neer ga zetten, dat hij niet zo hoog komt. I like that. Oké, okay, even de ceilings halen. Let's go. En ik moet ook even een deur maken nog. Dus even kijken. De ceilings moet ik een paar meenemen. En dan 1 deur natuurlijk. We moeten wel even een soort van pad gaan aanleggen, denk ik. Met ramps en foundations. Want het is echt helemaal kut lopen daar nu. Ja, het lopen hier is echt gaar. Ja. Ik moet natuurlijk wel een dak boven mijn kopje hebben. Vul dan nou gewoon een soort van ijspegeltje naar binnen. Zie je dat? Het landen van die ijsdingetjes af. Ik denk dat dat van die ceilings afkomt. Oh, wauw. Dat komt echt nog mooi uit ook. Ja, precies. Nice. Je gaat chill met het verschil werken. Ja, en dan kan ik hier ook gewoon een forge neerzetten, zeg maar. Ah, ja. Dan is hij niet zo hoog. Ik heb een mooi raampje. Ja, joh. Kijk naar jullie kijken. Zo belangrijk. Nou, even mijn zooi hierin douwen. Beam. That's okay. Je kan niet meer dingen in muren bewust plaatsen. Hij houdt hem echt een soort van tegen. Van, ah, je bent nu tegen een muur aan het aanplaatsen, zeg maar. I kinda like that. Ja, dan heb ik nog wat andere dingetjes nodig. Oh, hier, ik heb wel een normale deur, maar ik wil even een metal deur hebben. Dat is misschien wel beter. Oeh, ik heb een lamppost. I mean, die kan ik wel gewoon alvast neerzetten, right?
Ik zet hem wel gewoon hier neer, denk ik, in de hoek. Gewoon laag. Kijk. Ik weet niet zo goed hoe dit zijn ding gaat doen, maar we'll see. Lekker primitief, jongens. Lekkere primitieve toortjes. Mooi hoor. Het geeft ook echt bijna geen licht. Ugh, I hate it already. Oké, ik ga even die deur halen. En ik denk dan ook maar meteen gelijk even een smithy maken. En wat is het? Een generator of zo? Joost, ik heb een cadeautje. Oeh, wat heb je voor mij, jongen? Oeh, oké. Jemig. Ja, dat is... Oh. Turretje, generator, nice. Ik was net al aan het zeggen, want ik moet eventjes een generator gaan bouwen, maar... Lekker hoor. Ja, precies. Dat is heel nice. En dan moet ik kan zo snel mogelijk upgraden naar heavies, dan... Ja, dat is inderdaad waar. Zullen we wel een tijdje safe zijn? Stone, even kijken. Hide en wood. Neem even twee keer wat metal mee en een beetje CP. Ik weet niet of alle CP al op is. De CP is bijna op, dus daar hebben we niks veel aan. Eduard, let's go! Nou, ik vind het is een mooi beestje hoor. Ik vind het helemaal niet verkeerd. Upgraden naar met naar heavies zijn natuurlijk wel echt de dream, zeg maar. Maar voor nu doen we het gewoon lekker hiermee. Ik zet mijn turret, denk ik, gewoon... Ja, hier, maar kijk, dat is deze kant. Daar kan je toch niet echt vandaan reden, want het is echt praktisch de richel. Dus ik zet hem wel gewoon zo neer. Oh, onze eerste turret, dames en heren. Wat een leven. Met best wel veel ammo ook. Nou, die kan natuurlijk nog niet aan, want onze generator staat nog niet. Maar die kunnen we wel gewoon neer gaan zetten. Ik had wel gehoord dat generators tegenwoordig een soort van draadloos zijn of zo. Oké, ik denk dat ik de generator maar gewoon daar zet voor nu. Ja, ik heb natuurlijk geen gasoline om dat überhaupt aan te zetten, maar... Oké, it'll do. Is dit meteen powered dan, zeg maar? Het is wel unpowered. Ja, dat waarschijnlijk uitstaat. Gasoline is volgens mij gewoon hide en oil, toch? Maar ja, ik heb geen hide, ik heb geen oil. We zitten nu wel in de snow bij hem, dus oil moet in principe niet heel moeilijk zijn om aan te komen. Maar ja, je weet hoe het gaat. Oké, laten wij eventjes wat hide en wood fibers. En dan kunnen wij weer even een smithy maken. En die kunnen wij... Ja, we moeten even een crafting hok bouwen, ik denk... Dat ons crafting hoek hier komt. Dan kunnen we daar zo'n vals in zetten. Vals erboven. Daar komt smelten. We kunnen ook crafting bij het... Ja, we doen het niet bij het uitzicht. We zetten hem wel gewoon hier neer. Even kijken. Rotation. En dan moeten we het nog wel even een beetje tussen kunnen lopen natuurlijk. En dan kunnen we hier nog tussen lopen voor de vals. Dus dat is helemaal prima. En dan zetten we hier denk ik boven uiteindelijk nog weer inderdaad fabricators neer. En dat soort ongein. Maar voor nu is dit prima. Mooi jongens. We zijn denk ik officieel verhuisd. Ja, dat zou ik nog wel te doen is hier echt zo'n window inzetten. Zodat als je offline gaat, dat je gewoon, ja, dat je body niet gekrapt kan worden. Slim. Op zich wat hun hebben gedaan is ook wel slim. Hun hebben allemaal mort en pestles daar. En dan daarboven is inderdaad die. En ze hebben ook van die half walls. Ja, dat is veel beter voor dat soort ongein. Ja, ik kan hier wel een hoop van leren. Maar dan komen we hoe? Eduard staat ook echt bovenop. Heel lekker doen, Eduard. Maar we hebben de deur. Die is inderdaad wel belangrijk. Anders worden wij gegrappeld. Dat moeten we niet willen. Door. En dan kunnen we dan met R, denk ik... Ha, we got a window now. Perfect. Goed. Ja, dames en heren. Ik vind het mooi. We zijn verhuisd. We zijn over naar een nieuwe plek. Een beetje donker, maar we zijn verhuisd naar een nieuwe plek. Boven op een berg. We hebben een turret. We hebben een metalen hok. Ik voel me goed. Bedankt voor het kijken. Abonneer zeker op dit kanaal. Laat het in de comments weten als je bent geabonneerd. Dan kom je morgen op een bord wat ik hier dan, ik denk hier neer ga zetten zo. Mooi uitkijkend over de horizon van... Ark Ascended. I love it. Bye-bye.